Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar Schoonie Video. Mijn naam is Vinny en welkom. Vandaag ga ik iets doen. Ik ga, hoe heet dat? Ik ga mijn dag laten bepalen door Instagram volgers. Dus ik zet op mijn story allemaal Instagram polls neer. En jullie kunnen daar stemmen wat ik ga doen. Ik kan het nog niet zo heel goed. Ik ga het denk ik vaker doen. Maar ik heb een, ja, jullie stellen dan allemaal vragen. En ik beantwoord ze. En dan... Nou, niet beantwoord. Sorry jongens, ik kom een beetje niet uit mijn woorden. Maar ja, jullie stellen, ik stel een vraag, jullie geven antwoord en wat het meeste wordt gestemd, dat doe ik dan. En dat ga ik dus doen deze volgende dag dus. Ik neem nu in de avond op. Maar jongens, dat wil ik dus gaan zeggen. Dus geniet van de video en ja, zie ik jullie weer de volgende keer jongens. Later. Oké jongens, ik ga dus nu de eerste erop zetten. Dat is, zal ik om 9 uur of om 10 uur opstaan? Het is nu bijna... 12 uur. Dus jongens, morgen 9 uur of 10 uur opstaan. En dan morgen hebben we weer een nieuwe. Dus dan gaat hij naar mijn verhaal. Dus volg me nog eventjes. Oké, hij is gedeeld jongens. Dus jullie horen zo het resultaat wat het is geworden om 9 uur of om 10 uur. Oké jongens, het eindresultaat is dus geworden tussen 9 en 10 uur opstaan. 42% voor 9 uur en 58% voor 10 uur. Dus morgen, jongens, ik kan lekker uitslapen. En morgen, en we hebben morgenochtend gelijk de nieuwe. En die zijn, ik zou jullie vaststellen, die zijn echt leuk. Dus tot morgen, jongens. Oké, jongens, ik ga nu even slapen. Het is best wel laat. Jullie gaan morgenochtend weer allemaal nieuwe vragen hebben. En wordt super leuk. En jullie gaan het toch bepalen, jongens. Tot morgenochtend. Mijn wekker staat trouwens aan. Het is midden in de nacht. Ik laat jullie even zien. Het is letterlijk. Ik weet niet of je scherp stelt. Het is al kwart voor twee. Maar ik heb mijn licht aangedaan. Want ik voel alleen maar muggen. Alleen maar. Het is echt fucking irritant. En doe je je licht aan om te zoeken. En dan is hij weg. Maar ik zit even te kijken. Maar blijkbaar niet. Oh. Ik heb mijn wekker gezet. Per ongeluk om fucking. Ik laat jullie even zien. Oh. Dit is zo. Zo balen, jongens. Dit is echt heel jammer. Maar oké, ik moet er nog maar even een goede dag van maken. Ook al ben ik fucking moe. Ja. Dus ik ga zo meteen de volgende challenge erop zetten. Even de volgende vragen. Ik hoop dat jullie snel antwoorden. En dan zie ik jullie zo. Oké jongens, het is dus nu 9 uur. En ik ben een beetje kapot. Maar ik heb dus weer een nieuwe vraag voor jullie. En dat is... Ik moet mezelf natuurlijk gaan opfrissen. Dus hoe moet ik dat gaan doen? Moet ik dat gaan doen door in het zwembad te springen? Of onder de douche te gaan? Ik heb hem nu klaarstaan. En ik ga hem elk moment erop zetten. Even scherp stellen. Nou, hij stelt niet scherp maken. Oké jongens, hij gaat erop. En jullie horen zo meteen. Horen jullie het antwoord. Dus of in het zwembad. Of we gaan... douchen. Ik hoop het zelf douchen, want het zwembad lijkt me niet echt chill. Het is fucking koud nu. Het is 10 uur. Het is... Oeh, ik wil graag even kijken hoeveel graden het is trouwens. Ah. Oh. Bewolkt. Maar oké jongens, het antwoord krijgen jullie zo te horen. En dan ga ik ook gelijk doen wat het is. Tot zo boys. Oké jongens, ik heb dus nu de uitslag van het zwembad. Dat is 9 tegen 5. 9 voor zwembad, dus ik ga zo meteen in het zwembad. Ja. Ik heb zo meteen nog meer vragen. Maar jongens, het zwembad. We gaan er nu heen. En ja, let's go. Jongens, ik moet erin. Gaan erin.
Ik ben zeker wakker. Jongens. Jongens, ik ben zeker weten wakker in ieder geval. Dat 100%. Oh. Wat was the fuck? Dat was koud, hè? Ja, ga maar, ga maar. Ah, ga. Wee! Nee! Nou, ik ging er gelijk in. Ik dacht 3, 2, 1. Wat een potduik. Potenduik. Het is een pootjesduik, hè? Pootjeduik. En nu? Niks. Dat bedoel ik. Nu mag je weer gaan met de drogen. Ja. Look at the deur. Wat hebben we nu voor vraag? Wat gaan we eten? Ja. Oké, de vraag staat online. Jullie kunnen nu gaan stemmen. Het is, wat is ons ontbijt? Brood of ijs? Dus jullie kunnen stemmen, jongens. We gaan brood of ijs eten. Niet. Ja. Dat is een douche, wel. Ik ga hem laten schrikken ook. Ik hoop niet dat hij naakt is. Wat? Ben je naakt? Ben je naakt? Hoezo vraag je dat? Why? Ben je naakt of niet? Dan kom ik naar binnen. Ja. Oké, challenge. Oké, we hadden dus de vraag gesteld of we ijs op een bijt moeten halen. IJs als een bijt of brood. En wij gaan dus nu ijs halen, want het is gekozen. Dus we gaan ijs halen. Oké, het is dus gestemd. En we gaan nu gelijk halen en daarna zijn we terug. En daarna hebben jullie nog de vraag of we gaan eten vanavond. Ik weet niet eens wat ik ga eten vanavond. Ja, ik ben uit. Dus John en ik gaan ijs halen. Heb ik wel geld mee? Kijk. Hij ziet mij in mij, in mij, in mij. Wat grappig. Kijk op. Oké, okay, jongens, we gaan ijs halen en jullie zien de volgende vraag zo meteen. Alles. Oké, okay, jongens, we waren er dus nu net heen geweest en ze hadden geen ijs. Zo, en ja, dus nu moeten we iets uit de vriezer halen. Yeah. Yay. Hartstikke leuk, man. Ik ga met één keer op in. Let op, jongens. Hij durft niet omdat ik hem film. Oké, jongens, dus we moeten zo eventjes kijken wat we gaan doen. Dus ik pak nu al wat uit de vriezer. Oké, jongens, nieuw vraag staat erop. Het was no scope in Fortnite of een troll. En het is dus geworden 10 stemmen voor no scope en 8 voor troll. Dus no scope komt eraan, jongens. No scope win. Dus die komt erop. En ja, we gaan...